Jongens, goed dat jullie er zijn, want wij zijn... Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Ik wil het niet eens weten. Dat is een rookmachine-app. Oh, ik dacht dat het bij jou vandaan kwam. Nee. Dat komt ook bij mij vandaan, maar het is niet... Nee. Maar goed, je zult bedenken, wat zitten wij hier vrolijk te wezen? Het is feest en ik heb een ongelooflijk goede mededeling, jongens. Want België is gediskwalificeerd, want die hebben doping gebruikt. En nu is Nederland alsnog toegelaten tot het EK. Vandaar al het oranje, wat doe ik hier dan? Nee, dat is ook niet waar. Oh. Het is geen feest voor oranje, het is geen feest voor voetbal. Nou. Dat voetballen, hè Wouter? Nee joh. Ik denk wel geen reet van aan het hele voetbal. Dat maar we hebben wel heel goed nieuws. Ja, voor alle gamers in Nederland. Want de beste reden om lid te worden van Powerlimited is natuurlijk omdat je de vetste game content op de wereld elke maand op je deurmat wil hebben. Maar een andere reden is, en dat is vaak zo geweest in onze geschiedenis, is dat je er een gratis game bij krijgt bij een Powerlimited jaarabonnement. En dat is weer zo! Jawel! We gaan het weer doen. Zoals elk jaar, Call of Duty. En... Ja, dat was nog even heel spannend en daarom zijn we ook een beetje uitbundig. Want we hadden even het idee van het gaat niet lukken dit jaar, maar het is gelukt. We mogen Call of Duty Black Ops 3 weggeven aan iedereen die lid wordt van Powerlimited een heel jaar. 59,50 kost je dat, krijg je als welkomstgeschenk. De nieuwe Call of Duty, die er eigenlijk wel heel erg tof gaat uitzien, denk ik. Ja, vast en zeker. Het is hem aan het spelen op dit moment en ik hoor dan hele goede berichten. En mocht je nou zeggen van Call of Duty, nou, ik wil wel lid worden van Powerlimited, Call of Duty, nou, ik zou wel iets anders weten ook. Dan weten wij dat ook, toch? Als je bijvoorbeeld open wereld games meer je ding is en je helemaal los wil gaan met debiele stunts en dan hebben wij Just Cause 3. Jawel, die kun je ook krijgen en voor dezelfde prijs neem ik aan. 59,50, een heel jaar Powerlimited, Just Cause 3 erbij als welkomstgeschenk. Absoluut geen enkele reden om niet lid te worden van Powerlimited. Ik zou het ik moet er nog even bij zeggen voordat we het vergeten. Het zijn dus de retail versies, hè? Dus de echt met de box en de handleiding en alles erbij. Want dat is vroeger nog wel eens ietsje anders gegaan. Ook dat is helemaal voor elkaar. Oké, dus geen promokopje, geen lullig hoesje, maar echt boekje en alles. Dus reden zat. Ik zou heel fucking snel lid worden van Powerlimited. Die games die komen er al heel snel aan hier bij ons op de redactie. Dat wordt allemaal geregeld dat je die op tijd krijgt. Ik geloof zelfs op de release datum van Call of Duty, want dat schijnt nogal een dingetje te zijn van multiplayers. Ja, precies. Dat gaat lukken. Ja, gaat het lukken? Ja, ik heb de mensen achter mij. Ik ga daar niet mijn hoofd voor op het hakblok leggen, maar... Ik heb de mensen achter mij gehoord, die gaan erover en die zaten met twee vingers de hele dag omhoog van dat gaat lukken. Ja, weinig werk verricht met twee vingers, twee duimen omhoog. Ze zijn bijna gebeld. Dus nog even resumerend, neem je een jaarabonnement op Power Unlimited voor €59,15, dan krijg je als... 15? €15. Nee, betaal even 35 cent meer zeg. €59,50. Ja. Een heel jaar lang Power Limited. En dan kun je dus kiezen of Call of Duty Black Ops 3 of Just Cause 3. Nou, dat lijkt me toch... moet je nog meer redenen hebben. Jij zit me zo aan te kijken, alsof ik weer zo'n einde moet breien. Dat ik bij, ja, maar denk eens even een leuk einde. Dat doe je ook altijd met bladeren met Ed. En Call jij of Duty, even Just Cause 3. Zinger eruit te knallen op het einde en dat verwacht ik nu ook van je. Hè? We dus betalen je niet voor niks de Big Box. Wacht, anders ben ik het kwijt. Het schoot ineens iets naar binnen. Ja. Dus neem het jaarabonnement. Dat is je plicht en doe het voor de goede zaak. Oh, is ook wel weer slecht. Gewoon een vertaling eigenlijk, hè? Ja.